Amsterdam bruist. Waar je ook kijkt, zie je innovatie. Of het nou gaat om zorg, werk, nieuwe media, financiële dienstverlening of fashion, in de hele regio zijn gedreven mensen bezig om het slimmer en beter te doen en kansen te pakken. Kansen die ontstaan dankzij nieuwe verdienmodellen, ondernemerschap, nieuwe manieren van netwerken en samenwerken. Die innovatie ontstaat in start-ups die de markt willen ontregelen en veroveren, maar ook in bestaande bedrijven die hun sporen al jaren verdiend hebben. Mede dankzij hun kennis en stevige verankering in de regio en door hun uitgebreide internationale netwerk. En die innovatie ontstaat dankzij de vele kennisinstellingen van Amsterdam, zoals de Hogeschool van Amsterdam. Al ruim 50 jaar stimuleert de faculteit Business en Economie studenten om zichzelf te ontwikkelen tot de professional van de toekomst. Door hun nieuwsgierigheid en reflectievermogen te prikkelen. En vooral door te zorgen dat ze met beide benen in de complexe praktijk van alle dag staan. Onderzoekers en studenten van de Hogeschool van Amsterdam helpen bedrijven te innoveren met gericht onderzoek, waarbij er een directe link is tussen theorie en praktijk. Bijvoorbeeld door met de Alliance for Responsible Denim te onderzoeken hoe jeans duurzamer kunnen worden geproduceerd, hoe je via crowdfunding nieuwe financieringsmodellen kunt bedenken voor bedrijven. Of hoe je in het project House of Skills nieuwe assessment tools kunt ontwikkelen voor een betere matching tussen werknemers en werkgevers. Initiatieven waarin gemeente, bedrijfsleven en de hogeschool samen participeren door kennis te ontwikkelen en te delen. Ook om antwoorden te vinden op grootstedelijke vraagstukken. Zo levert de faculteit Business en Economie een onmisbare bijdrage aan de innovatie binnen de metropoolregio van Amsterdam. Met enthousiaste en gedreven mensen die onze toekomst vormgeven.